Ik sta hier bij een ontwerp voor een titelblad van het leven van Thomas van Aquino, getekend door Otto van Veen. De figuur in de linkerbovenhoek houdt haar pen vast in haar linkerhand. Heeft de kunstenaar beslist om haar linkshandig te maken, wat in het verleden vaak een negatieve connotatie had, of is hier iets anders aan de hand? Deze tekening is een ontwerp voor een prent. En als je een koperplaat afdrukt, dan komt de compositie spiegelbeeldig op het papier te staan. Dat betekent dat, als je in je prent rechtshandige figuren wilt, je ze in het ontwerp linkshandig moet uittekenen. Linkshandigheid is dus een manier om een tekening als een ontwerp voor een prent te ontmaskeren. De tekening is gemaakt in bruine olieverf, wat niet zo gebruikelijk is voor prentontwerpen. En Otto van Veen is een van de weinige kunstenaars die in de Lage Landen met deze techniek experimenteerde.